Let goed op, je kan achterstevoren, je kan een salto doen als je gewoon je glider uitklapt. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. We gaan vandaag weer praten over heel veel dingetjes, concepten, nieuwtjes en filmpjes en glitches en dat soort dingetjes. Heel erg tof natuurlijk. En zoals je ziet heb ik een trui aan. Ik heb normaal elke keer een shirtje aangehaald. Ik heb een trui, een GameStat logo staat hierop. Ik heb ook een Marnica logo, ik heb een andere kleur trui. We hebben zoveel verschillende kleuren truien. Je moet eens even in onze webshop kijken, in Gameshop of in GameStat.nl. Daarin staat allemaal nieuwe merchandise. Super sick merchandise, lekker warme truien voor in de winter natuurlijk. Laten we gewoon even lekker gaan beginnen met deze video. Want hier staat Season 6 Week 7 Challenges. Ja, dit is de week die gisteren is ingegaan. Week 7 Challenges voor Seizoen 6. En deze challenges moet je gewoon gaan voltooien. Dus en als je alles tot en met deze week hebt voltooid, dan krijg je dus gratis de skin die ik zo meteen laat zien. Die heb ik gisteren al vrijgespeeld in de livestream. Misschien heb je het gezien. Laat even weten in de reacties. Laat ik even een duimpje achter als je dat nog niet hebt gedaan. En even kijken, je moet een paar dingen... Je moet eigenlijk best wel veel dingetjes doen hier in deze week. Want je moet eerst bijvoorbeeld... appels verzamelen, daarna moet je dat doen, daarna dat en daarna dat. En je moet heel veel van dat soort dingetjes doen, dat je verschillende dingen in één week moet doen. Dat is echt best wel pittig. Bekijk het zelf maar jongens, dit is in ieder geval een hele handige map, waar je alles heel makkelijk kan vinden. Alle appeltjes liggen hier. De plek waar je mensen moet killen hier zo. De gratis tier, die ik niet meer kan oppakken, omdat ik al tier 100 ben. En ja, verder. Ik heb het gewoon een Team of Terror heb ik het voltooid. Dan vond ik het makkelijkste om die healing dingetjes te vinden. Hebben we hier natuurlijk dit zo. Dit heb ik ook laten zien in een video van gisteren. We hadden een parachute gespot voordat de week 7 challenges en voordat de nieuwe skin in de game zaten. En dit is de parachute van de robot dus die hier is geland. Maar waar is hij naartoe gegaan? Dat weet niemand. Is hij naar de bunkers gegaan? Is hij naar weet ik veel wat gegaan? We gaan het misschien zien in de nieuwe update. Dan zal er misschien weer een sicke map update zijn. Maar in ieder geval is dit dus de parachute van deze skin. En dit is de aim skin. En Eva is deze pickaxe. En het past zo goed bij elkaar. Maar hier zie je in ieder geval weer het logo op zijn schouder. Wat dus ook op de parachute zat. En ja, ik vind het wel een toffe skin. Heel veel mensen vinden hem lelijk. Maar ik vond hem eerst ook lelijk toen ik alleen de bovenkant zag. Maar met de onderkant erbij vind ik hem heel tof. En deze skin heeft ijs aan zijn schoenen. Je ziet het allemaal niet zo goed. En aan zijn handen. Maar we weten nog niet zo goed waar het vandaan komt. Misschien heeft het iets te maken met december. Kerstmis. Sneeuw. Ik weet het niet. Ik vind het in ieder geval echt een toffe skin. Hebben jullie deze skin al? En vinden jullie deze tof? Let me know. Even kijken, hebben we hier een paar kerstdingetjes. Want mensen die denken nu vooruit aan kerst. Omdat natuurlijk Halloween achter de rug is. Ja, in Amerika hebben ze natuurlijk geen Sinterklaas en zo. Dus dan denken ze meteen aan kerst door. Iemand zegt van, wat nou als we nu eventjes deze, deze Rift to Go heet dit volgens mij. Ja, ik heb al die namen jongens. Rift to Go is gaan veranderen in een snow globe. Hoe tof zou dat zijn? Ik zou het een beetje raar vinden eerlijk gezegd. Maar wel leuk als er misschien sneeuw hieronder ligt. Want dit is eigenlijk ook gewoon het eiland wat je hieronder ziet, hè. Dat is gewoon, daar is me nog nooit opgevallen. Nu zie ik het voor het eerst. Dit is gewoon het eiland van Fortnite. Het zou hier dan wel sneeuw kunnen liggen. Misschien zou er sneeuw kunnen vallen. Maar wel, die rift zou hier wel in moeten blijven zitten. Het zou niet in één keer zo eruit moeten zien. Dan zou het gewoon helemaal niet meer kloppen in één keer. Maar wel een leuk ideetje. Ja, hier ben ik wel een voorstander van. Als er een beetje sneeuwachtig wordt. Rift to Go is natuurlijk een klein detail. Is niks groots. En dan hebben we hier nog iets van kerst. Dit is de Rift of Fortress. Nee, de Port of Fortress. Juistjes. En die ziet er zo uit. Maar met kerst zou die misschien zo uit kunnen zien. Het klopt natuurlijk niet, want dit zit allemaal niet in de game. Maar dat zou ik wel tof vinden. Kerstdingetjes. Het laatste kerstdingetje is hier. En dit wordt de Battle Bus. Hopelijk weer met kerst. Dit was het vorig jaar met kerst. Hieronder zie je de Battle Bus met leuke versiering en zo. En dit is dan natuurlijk de ballon. En ik denk dat hij er wel weer zo uit gaat zien. Ik denk gewoon precies hetzelfde, want... Waarom zou je dit veranderen? Kijk hoe tof dat dit er eigenlijk uitziet. Dit vind ik wel een hele leuke battlebus. Ik kan niet wachten tot kerst. Je ziet ook de oude map hier zo hieronder. Je ziet hier Dusty ook nog. Ah, Dusty, we missen je, wordt er altijd gezegd natuurlijk. Wat zien we nog meer? Loot Lake. En wat is dit? Dit is de Greasy Grove zien we hier nog. Retail Row. En hier is Moisty Meyer daar ergens. Nou ja, we zien het allemaal niet. Moisty Meyer was het toen nog niet eens volgens mij. Ik weet het niet eens. Nou, kerstmis. Ik kan niet wachten. Het wordt in ieder geval super sick. De map wordt tof. Kerstbomen zullen overal in de map komen. Maar dat zien we dan wel. Dat duurt nog eventjes. En iemand denkt ook alvast aan 1 april. Dit is de 1 april grap van iemand. Ja, wat nou als dit een 1 april, tijdens 1 april er zo uitziet. Deze itemshop. Zou wel lachen zijn, maar dan verdient Fortnite niks. Dat is dan wel weer balen. Hé, ik mis mijn naampje hier bij de itemshop. Support the creator, waar is mijn naampje? Nou ja, iedereen heeft natuurlijk al deze skins. Dus dit is een hele leuke 1 april grap hoor. Ja, zal lachen. Hey, en we hebben hier in ieder geval iets anders. Dit heb ik een half jaar geleden ook al gehad. Zo'n soort ideetje. Wat nou als we een soort van zwembad van Shield hadden? Dat je in plaats van een campfire heb je dan een zwembad. Dus dat je gewoon Shield bij krijgt. 2 Shield per seconde. Net zoals een campfire is eigenlijk gewoon. Dat is ook 2
health per seconde? Ik weet het eigenlijk niet eens. To players and teammates when placed, blablabla. Shield pool slash shield bath. Ja, ik ben sowieso een voorstander ervan als ze nu nog iets toe gaan voegen. Waardoor je ook shield bij krijgt in plaats van health. Net zoals de campfire natuurlijk. En dit is daarvoor een hele goede optie. En dit is ook wel iets heel erg grappigs. Week 7 challenges, je moet 50 bomen hakken. En mensen denken nu van, grote boom... Nee, dat ga ik niet doen. De kleine boom, ja, die ga ik doen voor de challenge. Want die zijn heel snel om. Die zijn in 3 klappen om of zo. Met deze in een stuk of 5, 6, 7 misschien wel, weet ik niet. Dit is wel een grappig plaatje. Dit is humor. Staat humor, humor. Hier, humor. Leuk plaatje. En wat hebben we hier? Ook een heel grappig en leuk creatief skin conceptje. En we hebben natuurlijk de Bright Bomber gehad en de Dark Bomber. En wat als we nu de Brood Bomber krijgen? Dat is natuurlijk die speciale zombie. Die heet de Brood Monster of zoiets heet die volgens mij. Hebben ze wel heel grappig gemaakt, zegt deze skins. Maar ja, dit komt natuurlijk nooit in de skin, want deze is een stukje dikker. Heel erg lachen. Ze hebben... We hebben dit ook allemaal groter gemaakt, dat shirt. Hebben ze uitgerekt. Leuk gemaakt hoor. Heel creatief. Was ik maar zo creatief, dan was ik misschien... Ja, weet ik veel. We hebben hier in ieder geval ook weer een heel leuke suggestie voor Backbling. The Founders Reward. We all deserve Troll Backbling. Ja, Founders, dat zijn eigenlijk de mensen die Save the World hebben gekocht. Die hebben natuurlijk deze skin gratis gekregen. Ik heb die ook. En dit poppetje kennen we ook uit Save the World. Save the World kan je zien op mijn andere kanaal. Hun game stad. Daar kan je dat op zien. Die Backbling. En dat monstertje is wel echt super lachen, super grappig, super leuk. En het zou wel lachen zijn als die in de game komt, maar heel veel mensen kennen hem niet. Dit is eigenlijk een beetje de troll van Save the World. Heel irritant poppetje is het eigenlijk. Het zou wel leuk zijn als dit in Save the World komt, of in Battle Royale bedoel ik als Backbling komt. Hebben hier de filmpjes. En wat nou als je ziet dat je teammaat betere loot heeft? Ik ben wel benieuwd wat dit filmpje is. Wat gaat er gebeuren? Lord of the Rings, my precious. My precious. Precious. Oké. Okay. Oh, er gaat nog iets gebeuren ook. Dit filmpje is zo raar. Ik zie niet vaak zulke rare filmpjes. Maar deze is pittig raar. Even kijken. Hebben we hier een mooie play misschien? Oh, deze. Ja. Deze staat al iets bij. Deze guy maakt een kill, denk ik. Moet eens even kijken. Maar die denkt dat hij minis in zijn item slot heeft. In zijn 5e slot. Dus die gaat naar zijn grappler. Kijk. Hij wil minis pakken. Hij denkt dat hij minis bij zich heeft. En dan pakt hij de grappler en dan gaat hij erin en dan gaat hij dood. Wat ben je dan voor potato? Wat ben je dan voor aardappel? Dan ben je best wel een aardappel. Even kijken, wat hebben we hier? Oh, dit is een glitch. Ja, nee, dus zulke glitches zitten ook gewoon in de game, jongens. Is een hele rare glitch. Ik zou deze wel eens willen nadoen, maar ik zou niet weten hoe je dit doet. Wat de hel? Oh, wat? Die skin glitch. Je ziet er gewoon vliegen. Kijk, dit vind ik nou leuke dingen in de game. Maar ik weet niet hoe ik dat moet doen. Ik zou het heel graag na willen doen, maar ik weet alleen niet hoe. Dit is ook heel leuk. Let goed op. Je kan achterstevoren. Je kan een salto doen als je gewoon je glider uitklapt. Let goed op. Kijk naar beneden. Jump en doe je glider uitklappen. Dit kan je misschien ook zelf wel nadoen. Deze toffe glider backflip. Hoppakee. Dan kun je gewoon een salto maken als je naar beneden kijkt. Iets heel kleins, maar wel iets heel erg grappigs. Let goed op. Dit is 1 tegen 13. En deze guy, die zit dus in Teams of Terror of zoiets. Terror, Team of Terror, Terror of Teams. Ik weet niet precies meer hoe die heet, maar... Hij doet het in zijn eentje opnemen tegen 13 mensen. Kan hij dit overleven? Ik ben heel benieuwd. Het geluid zit een beetje zacht. Zet hem iets harder. Gaat hij dit winnen, jongens? Hij heeft er al in ieder geval weer een paar gekilled. En weer eentje knocked. Hij doet het wel goed. Hij heeft ook wel best wel een sicke skin. Ik vond hem eigenlijk niet zo tof, maar nu ik hem zo zie... Vind ik er wel lachen uitzien. Hij killt ze 1 voor 1. Waar blijven al die andere mensen? Er zijn er 1 keer heel veel dood gegaan. Waaraan? Waardoor? Leven nog 5 andere mensen. Hoe gaat hij dit flikken? Hoe gaat hij dit doen? Zombies zijn daar. Daar moet hij voor oppassen natuurlijk. Zombies zijn ook wel een beetje gevaarlijk. Wat gaat hij doen met zijn heavy sniper? Hij heeft wel sicke wapens. En... Oh, hij mist. Ja, nou heb je een probleem denk ik. Of niet? Omdat ze niet weten waar het vandaan komt. Door al die zombies die waar ze ook op schieten. Oh, ze weten het wel. Maar hij heeft er wel weer eentje.
Hij heeft er weer eentje. Even shield bij pakken zeker. Shield bij poppen. Oh nee, hij gaat gewoon. Oh my god. Nee joh. Kan toch niet? En weer eentje down. En de shield komt eraan. Oh, of de storm komt eraan. Echt wezen. Zitten hier de laatste mensen? Hij heeft er niet eens door. Hij heeft er niet eens door. En dat is de laatste volgens mij, of niet? Oh god. Oh god. Gaat hij nou een shield innemen? Ik denk het wel, toch? Even die guy finishen zeker. Ja. Er leven nog maar 3 andere mensen. En de storm komt er ook nog aan. En poppen en wegwezen. Oké, okay, dit doet hij goed, jongen. Deze guy is best wel pro. Maak ik hem af? Oh, daar zit er eentje. Oh, die zit in de storm. Gaat hij gewoon winnen? Omdat hij in de storm doodgaat, die mensen. Oh nee. Hij moet rennen. Oh ja, die twee hebben een probleem. Die worden achterna gezeten door zombies. Hij zit veilig daarboven. Wel wat damage gepakt door de storm. Oh my god. Hij flikt het gewoon in zijn eentje tegen 13 man. Ja, dan ben je wel goed hoor. Jongens en meisjes, de komende dagen komen er echt super toffe video's aan. Ik ben op dit moment dat je de video ziet in het buitenland. Je kan me volgen op Instagram. Ik ben misschien wel live op Instagram binnenkort in deze dagen. En komende dagen komen er in ieder geval toffe video's. Morgen komt er iets tofs. Zaterdag een minigame, maandag een minigame. Laat er in ieder geval een like achter, abonneer voor meer. En tot de volgende keer maar weer.